De dood heeft haar intrede gedaan. Een historisch moment. Een ondraagbaar leed. Maar nee! Kijk! Een wonder! Oh. 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 Wat een beeldschone kindertjes. Hun huidjes zo blank als sneeuw. En hun monden zo rood als bloed. En hun haar zo zwart als ebbenhout. Koningskinderen. Wij wensen graag aangesproken te worden als zijnde Theo en Thea. En ons hondje Trudy als Trudy. Ah. Het is altijd oppak. Gedoe. Het is altijd in een moeilijke situatie met een raar kostuumpje aan en een pruik die niet lekker zit. Hoe staat ons land ervoor? En altijd in een houding die net niet lekker is. En met een hond die niet wil. Hey Fred! Ja? De vacuümzuiger doet het niet. Misschien zit de uitlaat verstopt. Ik dacht het niet. Laat eens even kijken. Ja. Er zit iets in die uitlaat. Nee, ze vond het niet leuk. Een popje? Maar ze moest gewoon. Ze moest voor mij. Me hoorde er gewoon bij. Ik zou het niet weten. Straks maar even een hupje vragen. Ze was er op een gegeven moment ook wel aan gewend. Dus voortaan draagt mijn Brigitte. Ze dacht van, oh, het is weer opnamedag, dus dat houdt dan dit en dit in. En dan bij de lunch, dan mocht ze naar buiten. Nou, Vivid Plus, ziet u hier, de huid blijft glanzend schoon. Uitkijken dat ze niet in viezigheid rollen, dat deed ze soms ook wel eens. Dat was met Berdien Stemberg. En toen was Trudy ook ontsnapt. En Berdien Stemberg die was net een satijnen broekpak aan het strijken. Dan kwam Trudy binnen en het stonk, het stonk. En Berdien, ah nee, niks, leuk, ja joh, geef niks. De pijp het al, hè, met je depressie. Ze vond het geloof ik niet zo leuk. Nee, even serieus, het is... Afscheid, we gaan het over afscheid hebben. Dit is moeilijk. Afscheid. Wat is het eigenlijk? Afscheid is een moeilijk woord. Het kan op vele plekken kun je afscheid nemen. In het crematorium of op Schiphol als je naar Australië gaat. Maar ook gewoon in de snackbar. Maar dat is dan weer voor korte duur. Dan ja. Zeg je gewoon tot morgen. Iedereen neemt afscheid. Het hele leven is één grote afscheid. Dat je afscheid neemt van dingen. En dat je nieuwe wegen gaat bewandelen. Dat je onontgonnen gebieden gaat ontginnen. Zoals wat wij gaan doen. Hoe Trudy bij de film gekomen is, dat is een beetje vanzelf gegaan. Omdat ik die hond overal mee naartoe nam. Is er bij in beeld gekomen. En van het een kwam het ander. Die hond die was er toch. En ik dacht van, nou, als ik die hond nou in beeld doe, dan leuk ik het een beetje op. Tegen een hond valt toch niet op te spelen. Ik ben gezonde milieuflappen aan het maken. En die hond veel in beeld doen, dan hebben ze in ieder geval wat om daar te kijken. En toen heb ik natuurlijk de acteerkwaliteiten van de hond ontdekt. Kijk, nou valt ze. Kijk, nou valt ze toch even weg. Ja, ze is hartstikke moe. Dan gaat ze toch slapen. Dat moet je een beetje trainen, een beetje leren. Met een plakje worst kom je in een heel eind. Ik moest er natuurlijk wel leren met dat ze een hoedje ophield of een brilletje ophield. Of een theater, die had altijd iets op hun hoofd. Dus dan moest die hond, die moest ook wat op haar hoofd hebben. Dus dat oefde ik thuis. Nee. Fanny en Fanneke, dat ging over dat Trudy, Fanny... Dat was al een oude hond en die was ontsnapt en die was zwanger geworden. Het bleek dat die hond een gehandicapt pupje kreeg. Wat is het?
Schatse meisje. En dat de hond zelf in de kraambedde overleed. En het hondje, dat babyhondje, dat bleef leven, maar dat zou wel in een rolstoeltje terechtkomen. Dus die kwam, dat zie je dan aan het eind in een elektrisch rolstoeltje. Dag, lieve schattenbout. Is de muis? Hier, hier is de muis. Is de muis. Hou eens op met dat geflekvlooi. Je bent jaloers, ik glimlach alleen maar. Oh, en hoe, een heroïne prostitutiehoortje is er niks bij. Heeft ze gewoon geleerd dat ze op een bepaalde plek stil moest zitten. En moest blijven zitten, want vaak met opnames en zo, dan moet er een paar keer opgenomen worden om dat te monteren. Dus die hond die moet dan op een vaste plek blijven zitten. Dat was ik vond het helemaal niet kut, ik vond het goed. Kat betekent dat het weer over moet. Dus dan wist ze, als hij in een soort omgeving was met lampen en met gedoe, dan wist ze op een gegeven moment, nou, ik moet stil blijven zitten, ik moet blijven zitten, want het heeft geen zin om weg te lopen, want ik word toch steeds teruggezet. Vaak, als je er in beeld zit, zit ze ook een beetje zo, van, oh, ik moet blijven zitten, want anders dan moet ik, Ik kan me wel herinneren dat bij de speelfilm, de Theo en Thea speelfilm, dat het natuurlijk allemaal grootser was opgezet en meer mensen en veel decoortjes. En dat dan de scènes met Trudy, dat wel heel lang duurde en dat dat voor de hond niet echt leuk was. Al die scènes die we opnamen op die rand van de afgrond. Dat de Marco Bakker die kaas gooit, dat was tamelijk ingewikkeld, omdat het heel erg smal was. En we mochten dat decor niet aanraken, want het moest steen voorstellen. Dat was natuurlijk van papier-mâché, dus we moesten heel moeilijk lopen. En ik moest de hele tijd maar slepen met die hond. En dan was het licht niet goed. En dan moesten we weer een trapje af en een trapje op. En gedoe. Ik had geen keus. Hij hield van haar? Ja. Haat en liefde gaan hand in hand. Kinderen. Maar ik vond het al lang leuk, want als je met die hond aan het spelen, als je met die hond in beeld is, dan ben je meer bezig met dat die hond het goed doet dan dat je het zelf goed doet. Dus het is een beetje een afleiding. Die hond weet niet wat hij aan het doen is, of die doet maar wat. Dus dan, als je daar nog veel mee bezig bent, dan laat je je daardoor verrassen. Waardoor het altijd goed is. Omdat het niet gespeeld is. Ik heb Trudy gekregen toen ik 28 werd, op mijn verjaardag. Ik woonde toen nog in een communeverband. Dus het was een dolle partij. Op een gegeven moment gaat de deur open, komt Loes Luca binnen. Met de hond, met een grote roze strik om, aan een riem. De beest dat trok zich zo naar binnen, scheet op de vloer. En Loes zei, ik heb een hond voor je verjaardag, maar je wou toch een hond? Hier is een hond. Lola. Lola, teef, bruin. Je krijgt er een paspoort bij. Ze was denk ik een jaar oud, iets jonger dan een jaar. En ze had een gebroken poot, dus ze liep op drie poten. En ze was loops. En ze was dik. En ik vond haar lelijk. Ik vond ze een hele lelijke hond. Maar ja, het feest was in volle gang. Dus ik zei tegen Loes, oh, dankjewel, leuk.
Ik vroeg haar, waar heb je die vandaan? Ze zei van, nou, ik heb hem uit het asiel gehaald, van, bij de Polderweg. Binnen 3 weken, als je hem niet wil, mag je hem binnen 3 weken mag je hem terugbrengen. Een soort garantie. Die eerste 3 weken dacht ik, Tess, ik breng je terug. Wij horen niet bij elkaar. Het lot heeft ons wel bij elkaar gebracht, maar volgens mij is dat niet goed. Dus, dat ging helemaal niet en ze luisterde niet naar Lola. En toen ben ik namen gaan roepen. En bij Trudy kwam ze naar me toe. Toen dacht ik van, nou, dan noem ik je maar Trudy. Hé, van Puntera, haast je. De repetitie begint zo. Ja, ik weet het. Hé. En toen na 3 weken... Ik heb een nieuwe tuba. Toen dacht ik van, ja, als ik het terugbreng, dan... Wat komt er nou van die hond terecht? Niemand wil die hond. En vanaf toen ging het goed. Ik had ervoor geen 1 miljoen willen missen. Een andere hond voor willen hebben. Kijk uit! En ik begon het leuk te vinden dat het zo'n lelijke hond was. En ik begon er ook minder lelijk te vinden. Ze hield ervan om onder een dekentje te liggen. Maar dat is geen karaktereigenschap. Ze luisterde goed. Maar dat ik met haar kon praten zonder dat ik mijn stem gebruikte, hoefde ik er alleen maar aan te kijken. En dan maak je een soort contact. Van, wil je eten? Maar dat zeg je dan niet. En dan weet ze dat ze eten krijgt. Of je kijkt er aan. En dan zonder te zeggen... begreep ze af van, oh, ik moet alleen thuis blijven. Of, oh, ik krijg eten. Of, oh, we gaan naar het bos. Onvoorwaardelijke trouw heeft een hond. Een hond draagt geen verleden met zich mee. Die is, als je kwaad op een hond bent, dan, die schudt het van zich af. En dan is het vergeten en kwijt en dan gaat ze door. Terwijl mensen, dat blijft altijd in die achterkamer blijft het altijd zitten. En bij honden niet. Als Trudy, toen was de hond van mijn broer, die was overleden. En toen liep Trudy er naartoe en die rook. Die zag dat die hond dood was en die liep weg. En die wilde niks meer mee te maken hebben. En dus leefde het niet meer. En dan weg, over, uit. En verder niks. En het is natuurlijk voor mij is het leuk. Omdat dat beest altijd bij je is, heeft dat beest dus al je momenten meegemaakt. 13 jaar lang, altijd, altijd, altijd. Dit is Trudy. Gemarineerd tiefje. Trudy. Ik merkte het al, volgens mij was dat in december, dat ik bij haar zag dat er traanvocht uit haar oog kwam. Ik dacht van wat eigenaardig. Toen kwam ik terug van vakantie en toen was dat opgezwollen hier, zat er een bult. Toen ben ik naar de dokter gegaan. Ik dacht van ze zou wel
een rotte kies hebben of er zal wel iets ontstoken zijn. En toen ging ik naar de dokter toe. En die keek in die bek. En die zei, het ziet er niet zo best uit. Volgens mij zit er een kwaadaardige zwel. En toen heeft het kies eruit getrokken. Dat zeiden ze na een paar maanden. Toen ben ik naar een vriend van mij gegaan die dierenarts is. En die zei het zelf. Ineens krijg je natuurlijk dat besef van, oh ja, het houdt op een gegeven moment op. Dus zeker toen ik dat pas wist en ik had erop schoot of ik keek naar het, dan boe, 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 van oh, hij gaat dood. En toen ben ik er ook gaan filmen met de videocamera. Ik merkte natuurlijk wel dat ze ja, slomer werd. Maar ik had niet echt het gevoel dat ze pijn had. Wel soms dat ze heel zo aankeek en dan met dat halve oog zo. Maar ik had niet het gevoel dat ze pijn had. Drie? Iets lekkers? En ik had met mezelf afgesproken dat als hij niet meer zou eten, dat ik hem dan een spuit zou geven. En dus ook contact gehouden met Erik, de dierenarts. En met hem afgesproken dat hij... Ik zei van nou, als hij dan op een gegeven moment, als ik die hond een spuit moet geven, dan zou ik het wel heel erg prettig vinden als dat bij mij thuis zou kunnen. Gewoon in de, op de bank of zo. Dus zei Erik van, nou, dat is goed. En toen op een gegeven moment was ik daar aan het filmen. En toen lag ze op de bank en ik had overal al kleden overgelegd en kleden weggehaald omdat er bloed uit haar mond kwam. En ik was er aan het filmen en maakte ze zo van die geluiden en ze keek me echt aan. Toen dacht ik van nou, die heeft pijn. Dat kan niet anders. Die heeft schele hoofdpijn. Wat moeten we nou met jou? Wat moeten we nou met jou? Moeten we Erik laten komen? Nou, toen belde ik Erik op. Met dat ik het gevoel had dat ze pijn had. En toen zei Erik van, nou, ik moet je toch pilletjes sturen voor tegen die stank uit die bek. Dan geef ik je ook wel pijnstillers. Toen zei ik van, nou, dat is goed, stuur dan ook maar pijnstillers op. En toen hing ik op. Toen dacht ik van, nou ja, goed, krijgt ze dus en die pillen tegen de stank en die pijnstillers. En toen dacht ik, nee, dat doe ik niet. En toen heb ik hem 10 minuten later opgebeld. Ik zei, ik geloof dat we er een eind aan moeten maken. En de agenda is getrokken. Moeten we wachten? Tru. En hij zou me een soort gel opsturen.
wat ik er dan een uur van tevoren zou kunnen geven, zodat ze al in slaap zou zijn gevallen. En dat had hij toen opgestuurd. Dus toen wist ik van maandagavond tot woensdag 2 dagen dat het zou gebeuren. Oude knobbelzwaan. Laat zien hoe mooi je bent. Ik dacht, ik ga nog 1 keer met haar op de foto. Huh? 1 keer stralen. Gewoon om te hebben. Dat is de grootste hondenacademie. Waar je een beetje dat lijf zo, dat lijf dat niet meer wil. Dat je ze kreeg op een gegeven moment ook op andere plekken bult. Dat je dat zo ziet, zo. Toen ben ik de laatste dag, ben ik woensdag met Trudy naar het tuincentrum gegaan om een boompje te kopen. Om op te planten voor op de plek waar ik er zou begraven. Ik zou er hier in de tuin begraven in Friesland. Hoe vind je je boom, Tru? Walnootboom. En toen zijn we even nog naar, hoe heet het gegaan, naar Nieuwe Meer. Daar heeft ze nog gezwommen. Even nog naar de konijnen gekeken. S'avonds naar huis. Toen moest ik dat spul geven. En door het eten geroerd. Ja, zoals een soort gifmengster vond ik weer. Nou, en toen waggelde ze naar de bank. En een minuut later was ze dit. Toen was ze al buiten Westen. Toen kwam Erik. En hij heeft haar een spuit gegeven. En de naald zat er nog niet in, of zij begon nog niet zo te doen. Of hij zijn ademhaling stopte. En toen was hij dood. En toen zei Erik nog van, nou, je moet me even laten liggen, want soms maken ze nog wel eens een stuipbeweging, of een laatste. Maar dat deed ze niet. En toen heeft ze nog, denk ik, even 10 minuten op de bank gelegen en toen tilde ik erop om er in de mand te leggen in de keuken. En toen ik erop tilde, toen ademde ze nog 1 keer uit. Maar toen heb ik er in de mand in de keuken gelegd met het pootje over de gezwel. Als je net dood bent, dan lijkt het net alsof je slaapt. Maar dan na een uur, dan zie je het, dat het leven, ja, dan wordt het, die huid wordt anders en de ogen vallen een beetje. Dan wordt het anders. Dan ga je af en toe naar die mand en dan aai je een beetje. Dan voel je dat die een beetje koud wordt. En dan ging ik met mijn hand zo tussen die liezen. En dan voelde ik dat ze daar dan nog warm was. En ik ben s'avonds bij haar gebleven. Een kaarsje gebrand en een wierookje opgestoken. En muziekje gedraaid. En eigenlijk heel erg opgelucht dat het allemaal lekker voorbij was.
Eigenlijk heel simpel, het houdt gewoon op. Maar Trudy symboliseert voor mij wel een soort periode dat ik afsluit van onbezorgdheid of van doe maar, denk er maar niet over na en doe het maar gewoon. En sinds Trudy dood is, heb ik dat niet meer. Dan denk ik zoveel erover na allemaal. Wat een gauwhoer. Maar goed, dat is gewoon, dat hoort er allemaal bij. Ik heb Kobi nou een maand. En het is een allemansvriend dit. Trudy was geen allemansvriend. Nee, deze die loopt naar iedereen toe en loopt nog met iedereen mee. Als je niet oplet, dan loopt hij met een ander mee. Terwijl Trudy dat nooit gedaan heeft. Ze is altijd bij me gebleven. En nu ligt ze hier onder een walnotenboom. Baby ben je. En of het een actrice wordt, ik weet het niet. Ik heb een beetje het gevoel dat het een beetje een dombo is. Trudy was geen dombo. Dus Trudy komt terug als walnoot. En het lijkt me nou natuurlijk fantastisch dat als over een paar jaar die walnotenboom groot is en inderdaad vruchten geeft, dat ik de eerste walnoot openkraak. Een walnoot ziet er toch uit alsof het een hersen, is. Ik denk van nou, dit is de geest van Trudy. En stop ik dan in mijn mond. En dan zeg ik, de cirkel is rond. Het is goed. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben,